Met de ingang van 30 juni kunnen inwoners die ouder dan 70 jaar zijn gratis reizen met de bus. Ongeveer 16.000 inwoners van 70 jaar en ouder hebben de OV 70 Plus pas kunnen aanvragen. Verkeerswethouder Hans van Achteren overhandigde woensdag de pas. 70 Plus is een doelgroep die natuurlijk wel een groeiende doelgroep. Maar waar we ook graag willen zorgen dat ze de sociale contacten zo goed mogelijk kunnen onderhouden. En ja, we hebben als overheid gemeend om die groep die gratis pas aan te bieden. We hebben 16.000 70-plussers in Enschede aangeschreven. En daar heeft, dat is een week geleden, en daar hebben nu al 60% op gereageerd. Dus dat is een gigantische score. De OV 70-pluspas is alleen geldig vanaf 9 uur 's ochtends en in het weekende de hele dag. Voor een busreis naar een andere gemeente hoeft alleen te worden betaald vanaf de gemeentegrens tot aan de bestemming. Vorige week nog. Naar de Helmerhoek, heen en terug. Glanenbrug, daar heb ik mijn kinderen wonen. En ik maak er echt heel veel gebruik van. Je liet het eigenlijk, omdat het eigenlijk toch nog wel een kostbare geschiedenis is als je verschillende keren gaat. En nu kun je dus lekker gratis naar de stad. Het nieuwe endoscopiecentrum van het Medisch Spectrum Twente behoort tot de modernste in Nederland. Woensdag om 4:30 opende het MST zijn deuren voor het gemoderniseerde endoscopiecentrum voor maag, darm en leverziekten. Het voordeel van het nieuwe centrum is dat echt alle zaken rond de endoscopie van het maag, darm en leverkanaal op één locatie zijn gekomen. En dat we hebben nu de beschikking over de meest moderne middelen die er zijn. Nou, het aantal patiënten neemt jaarlijks toe, maar ik denk niet dat dat te maken heeft met deze nieuwe endoscopieafdeling. We kunnen het werk nauwelijks aan, eerlijk gezegd. Met de ingebruikneming van het endoscopiecentrum gaat een lang gekoesterde wens van de maag-, darm- en leverartsen in vervulling. Patiënten met klachten hoeven nu niet meer te worden doorverwezen naar ziekenhuizen buiten Twente. Dit is de endoscopieafdeling. We hebben in Oldenzaal een scopieafdeling verbeterd, opgezet. We hebben een verpleegafdeling is verbouwd. Er is een nieuwe röntgenapparatuur aangeschaft. En er is ook nog de centrale sterilisatie die nodig is om alle scopieën schoon te maken, is ook nog gebeurd. Dus dat gaat om miljoenen. Heeft u tips voor de nieuwsredactie van TV Enschede FM? Laat het ons weten via de e-mail op info@tvenschedefm.nl.